Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Putten. We gaan wat duifpoep verwijderen van een steeg naast het bedrijfspand. En de regels erboven, daar zit de duif ook. We gaan alles schoonmaken, desinfecteren, schoonspuiten. Als het lukt gaan we ook de hoge druk reiniger erop zetten. Dus gaan we zo naartoe. Ik ga even de bus nu volladen en dan vertrekken we zo die kant op. We zijn inmiddels op locatie aangekomen. Zojuist de deur geopend. Je ziet al de duiven zitten voornamelijk daarboven allemaal. Boven deze richel. De vensterbanken. Ze hebben jarenlang deze steeg ondergepoept. Ik weet niet of je kan zien hoe dik dit is. Maar het is echt niet normaal dik. Moet je kijken. Kijk. Hier pas zit je op het stoeptegel. En dit loopt helemaal zo door naar achter. Dat is alle eieren. De flinke opgave zit echt veel stront hier. Heel veel stront. Ja, ik heb me net even omgekeken, mijn collega ook. Ik ga zo even de maskers en zo opdoen. Capuchon op, brillen. En dan gaan we aan de slag. We gaan eerst beginnen met alle duifpoep op te ruimen en dan gaan we even kijken hoe we het gaan aanpakken met de schoonmaak. Maar eerst moet alle grove duifpoep op weg, want anders kun je gewoon niet lekker werken. We hebben zojuist alle duifpoep hier verwijderd. Om eerlijk te zijn was er heel veel aarde en niet zoveel duifpoep eigenlijk. Kijk, dit hebben we alles in zakken gevuld. Maar was ik denk ongeveer 90% aarde en ja, 10% duifpoep. En dat is wel heel apart. Want normaal is het heel veel duifpoep en ja, wel een beetje aarde natuurlijk, maar niet zoveel. Dus ik weet niet precies hoe dat hier komt, maar ja. So be it, het is nu weg. Nu zijn die wanden en zo aan de beurt. En daarna gaan we daarboven die richel doen en die vensterbanken. Die richel is wel erg, die vensterbanken vallen nog wel mee. En daarna gaan we verder aan de slag. We zijn nu die gaas aan de bovenkant aan het wegknippen. Dat moet ook gebeuren. Dan gaan we hier weer verder. Eerst moet dat eraf. De rot kippengaas is er eindelijk af. We gaan nu even dubbel vouwen. Zoveel mogelijk compact maken en dan kan hij ook in de zak. Daarna kunnen we daarboven aan de slag gaan. We zijn nu dus begonnen met de schoonmaak. En we spuiten hem eerst in met een speciaal middel dat eigenlijk de duifpoep afbreekt. En daarna kunnen we hem heel makkelijk eraf schrobben en afspoelen. Dat is eigenlijk de techniek die we vaak gebruiken. We hebben ook zwaardere technieken, maar als het niet nodig is, dan prefereren we dit. We zijn nu eindelijk klaar met alles afspuiten en schoonmaken. Dus wat spetters nog komen, dat halen we straks nog even eraf als laatste. Wat zandspetters en zo. Maar je ziet, we hebben daar boven helemaal al die regels, al die vensterbanken, al die. Alles gewoon hebben we gedaan. Hier is ook alles helemaal clean gespoten. Het is nu nog een beetje donker omdat het nat is. Maar als het opdroogt, ziet het er echt spik en span uit. Stralend schoon. Allemaal gedaan.
En ongeveer 150 kilo aan aarde en poep en weet ik veel wat die verwijderen. Dat is echt een flinke hoeveelheid. En we moeten nu nog alleen dit afdakje hierop. Het is best wel een gevaarlijke situatie, omdat er zit zoveel duifpoep dat die afvoer helemaal verstopt is. Dus het water blijft erop liggen. Het kan voor lekkages en zo gaan zorgen. Dus dat gaan we allemaal nu ook even opruimen. En dan alles weer even afspuiten, spullen opruimen. Dan zit het er weer op, denk ik. Ik heb dit ook nog even schoongemaakt voordat we, voordat we gaan vertrekken. Het ziet er ook weer blinkend schoon uit. En dat was het einde van deze vlog. We gaan nu weer lekker terug naar Amsterdam en weer op naar de volgende opdracht.